Hoi allemaal, super 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 leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dit keer is het deel 3 eigenlijk van Pokémon. Deel 2 was niet een officiële video, maar dat was de stream waar we Viridian Forest hebben gehad. Hebben we deze Bulbasaur gevangen. We gaan dus nu naar... lopen naar Viridian City. En dan gaan we Brock uitdagen. Of in ieder geval dat is het idee. Dus ik ga even kijken, misschien dat we Bulbasaur eigenlijk even moeten gaan trainen eerst. Maar laten we eerst even Viridian inlopen. Om gewoon even te healen, pokeballs te kopen. Want ja, trainen doe je met pokeballs vangen. Dus dan is het vrij cruciaal om pokeballs te hebben. Het is inmiddels alweer een week later. Ik heb het heel druk gehad met werk, dus ik heb helemaal niet veel kunnen spelen. Vandaar dat ik ook niet heb kunnen uploaden. Ik ga vandaag heel veel video's uploaden, dus waarschijnlijk zie je heel veel video's waarin ik er zo uitzie. Sorry alvast daarvoor. Maar ja, dat maakt het voor mij makkelijker. Oh, hij zegt, oh, Team Rocket bij, Mount Moon. Ik vind het enige wat een beetje tricky is, is ik loop dus met dit controller dingetje. En soms is het nog wel lastig. Hier, kijk, zij zegt ook, Brock is een rocktype Pokémon gym leider. Dus je moet water en gras gebruiken tegen hem. Dus we moeten eigenlijk even Bulbasaur trainen, zodat we de gym met Bulbasaur kunnen halen. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, misschien dat we ook Oddish kunnen gebruiken. Omdat Oddish... Bulbasaur, zeg maar, die krijg je zo meteen ook. Dus ik denk dat we die niet krijgen in deze video. Maar dat we in de volgende video Bulbasaur ophalen. Dus misschien is het wel gewoon slim om Oddish op 1 te zetten. Switch. Move Pokémon. Want Pikachu die kan natuurlijk niks tegen Onyx. Onyx. En Geodude. Dus wat we gaan doen. En nou weet ik dat ik geen Pokéballs heb gekocht. Maar ik weet niet meer precies wat het een week geleden is. Ik heb 2 Pokémon-bestanden. Oké, ik zie dus dat ik echt heel weinig Pokéballs heb. Dus we gaan Oh, ik ben hier echt zo slecht in. Maar ik snap ook niet zo goed waarom die nou... Soms zeg maar, ik doe echt recht. Voor mijn gevoel. Kennelijk is dat niet recht. Maar ja, dat zien we later. Als je dus gaat chainen, daar kan ik ook een video van maken. Maar daar ga ik pas een video van maken, denk ik, later in de game. Want hier zijn nog niet echt Pokémon die ik wil chainen. Want dan krijg je kans op hogere IV's. En ook daarbovenop nog hogere... Hogere shiny kans. En shinies zijn natuurlijk helemaal geweldig in deze game. Omdat je ze gewoon heel goed en duidelijk ook ziet. Weet je wel, als je ze achter je aanloopt en dat soort dingen. Ik zie dat we niet zo heel veel geld hebben. 12. Dat zijn er echt weinig. Ik denk dat we gewoon snel moeten trainen. Moeten aanvallen. En Brock moeten verslaan. Want anders dan wordt het hem niet. Hier is het museum ook achter. Oh ja, dit is wel interessant trouwens. Oh, zegt ze, wat moet ik nou met jou doen, Slowpoke? Hoi daar, kun je iets voor me doen? Ja, natuurlijk kunnen we wat voor je doen. Ik wil graag naar het Pewter Museum. Maar mijn Slowpoke die wil gewoon niet mee. Dus Slowpoke heeft zoiets van de nope. Zou je misschien op Slowpoke willen wachten voor een tijd? Sure. Oh, dank je super. Please, wees een beetje bij mijn Slowpoke. Dus dat is wel schattig. Kijk. Oh, beautiful. Beautiful, beautiful. Ik heb een gerelaxeerde tijd gehad met Slowpoke. Nou, dat is prachtig. Dat is prachtig, 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 prachtig. En we hebben ook iets van haar gekregen. Een Big Pearl. Die kunnen we voor grote monies verkopen. Nice. En ergens in... Oh, nee. Ergens in het begin krijgen we ook... de kans om... een nugget te krijgen, maar ik ben vergeten waar. Misschien heb ik die ook al wel. Zal eens kijken, want dat is echt goed geld waard. Big Pearl, nope. Oké.
En dan kan ik echt veel pokeballs kopen als ik dat doe. Ik hoop zo dat we shiny een keer tegenkomen. Ik moet zeggen, ik heb dus best wel veel Pokémon gespeeld al. Maar dan doe ik het zeg maar op deze manier met de switch erin op de bank gewoon. En dat is toch een stuk makkelijker met lopen dan dit. En bovendien heb je, als je dus gewoon met de Switch zo speelt, dan kan je natuurlijk niet gooien met je controllers. Dus dan is het gewoon klikken en dan gooit hij gewoon recht vooruit. En dat is natuurlijk vaak wat je nodig hebt. Dus ik vind dat zelf heel ideaal. Ik wil eigenlijk wel proberen om die gym te gaan halen. Maar ik denk dat we nog niet sterk genoeg zijn. Misschien dat we gewoon een wheelchain gaan doen. Want dan krijg je wel gewoon veel XP van die chains. Hij maakt ook heel mooi shaky geluidje of dingetjes. Deze controller, dat zullen jullie waarschijnlijk ook wel hebben als jullie Pokémon spelen. Ja, 27 XP points, dat is gewoon te laag. Ik kan ook in het hogere gebied natuurlijk gaan trainen. Dat ga ik doen. Oh, maar daar kan ik nog niet heen, want ik heb Brock nog niet verslagen. Oh, wat een gedoe. Ik ga gewoon Brock verslaan. Met de Oddish van level 12. Oeh, want de vorige keer, zeg maar, was ik voor mijn gevoel al een best wel snel hier doorheen. En we hebben juist vet lang in deze stream in het Pokémon Forest gelopen. De Viridian Forest. Dus ik ga het gewoon proberen. Want anders dan duurt het ook eindeloos. Daar zijn we dan. Super cool. Dit is dus ook echt als in de echte gyms. Waar je dus gewoon inderdaad ook publiek aan de zijkant hebt. Zo, hi, ja, jij bent hier om de gym te challengen. Ben je er, of niet? Ja, maar als je geen trainer bent, dan... Oh, hij is geen trainer. Maar hij kan wel vertellen of ik de gymleader aan kan of niet. Nou, dus laten we beginnen, zegt hij. Je mag alleen binnenkomen hier en uitdagen als jij een bepaalde type hebt in je Pokémon. Er zijn een aantal types die een advantage, dus een voordeel hebben tegen rock Pokémon. Die zijn extra sterk. En mensen die nooit een... But for trainers... Dus voor mensen die nooit een gym hebben uitgedaagd, moeten we zorgen dat ze gras- of water-Pokémon gebruiken. Dus, of als ik hier naar binnen wil, dan moet ik gras- of water-Pokémon laten zien aan hem. En ik heb Oddish, dus dat is helemaal prima als het goed is. Yes, dat is precies wat ik wilde zien, zei hij. Oké. Hij zegt van, ga er maar in en word een Pokémon champion. Nou ben ik echt heel erg bang dat dat niet echt erin zit. En ik denk ook dat we dit gaan falen. Maar wie weet lukt het, wie weet lukt het. Volgens mij heeft Bulby wel al een grasaanval als het goed is. En Oddish leef ik aan ook. Zou echt heel rot zijn als dat niet zo is. Maar deze Judup moeten we aankunnen. Maar ik vraag me af hoe hoog level die zijn. Hopelijk niet te hoog. Oh kijk, 7. En we hebben Absorb. Ah, dan kunnen we in ieder geval healen. Het is niet echt een goede aanval, maar hij doet het voor Judoots. Beter geeft me dit ook superveel XP, zodat Bulbasaur levelt. 35 maar. Dat is echt weinig. Ik denk dat dit een hele dag wordt voor mij waarin ik Pokémon ga spelen. Maar Oddish gaat het nooit halen. Oh, maar Oddish had Oddish nou ook een poison... more. Acid en Poison Powder. Kijk, zo gaan we het wel halen. Als ik Poison Powder doe en dan absorb, dan hopelijk kunnen we die damage gewoon pakken. Dus we gaan het gewoon proberen. Stop right there, kids! Hij zegt, we zijn 10.000 light years of lichtjaren verwijderd van Brock. Nou, ik denk het niet, want volgens mij gaan we jou gewoon hard de grond inboren met onze gras-Pokémon. Dus ik weet het niet, Camperlium, maar... Camper eigenlijk niet, natuurlijk. Go, Oddish! Woehoe! Wat zei die nou? Ik kon shaken. Doe ik dan iets speciaals? En dat is voor de player 2, denk ik gewoon.
Op zich kan ik natuurlijk zo brok verslaan met gewoon een vriendje erbij. Dat is handig. Kijk, want ik heb er twee. Dus als het dat ga ik gewoon doen. Nou, Camper Liam. Oh, light years, zegt hij ook. Lichtjaren is geen tijd, dat zijn distance. Dus dat is hoeveel afstand je van de zon hebt. Dan gaan we even zo doen. Dan gaan we even dit doen. En Bulbasaur staat er al achter. Dus als ik nou gewoon heel slim doe en ik schud, dan heb ik nou twee poppetjes. Dus, zegt Brock, je bent er. Ik ben Brock, Pewter City's gym leader. En ik kan gewoon aan jou zien dat... wacht even hoor. Oh, je kan aan mijn Pokémon zien hoe steenhard mijn willpower is. Nou, mijn willpower ook. Mijn Pokémon zijn allemaal zo hard als steen of rock eigenlijk. En hebben echt determination. Ja, dat klopt. Mijn Pokémon zijn allemaal rock types. Ga je me zelfs uitdagen, ook al weet je dat je gaat verliezen? Dat is een trainers eer. Nou ja, zo, daar gaan we voor. Laat me het beste zien. Gaan we er tegenaan. Maar ik heb wel twee Pokémon. Yes, yes. Want ik heb even mijn persoonlijkheid gespleten. Geodude. En ik denk dat we met z'n tweeën het wel aan moeten kunnen. Oddish en Bulbasaur. Kijk, hij is hoog level. Maar ik denk dat als we gewoon Poison Powder doen... En Bulby heeft wel Vine Whip, denk ik. Oh, deze natuurlijk. Yes. Oké. Okay. Bulby is wel level 8, dus dat is niet zo heel hoog. Maar dit moet een Poison geven. En dat helpt ons in ieder geval aan het eind van elke turn een beetje, hè? Oh, dat doet echt ziek veel nog. Ook al is het wel wat zo'n laag level. Kijk, en nou gaat die poison er aan. En nou hoop ik. Dan moeten we hem in deze turn wel dood kunnen maken. Ik ben even. Oh, deze controller. Dus even kijken of het misschien handig is om. Nee, we gaan gewoon vol in. En Judith is gepoisoned. En nou hoopte ik eigenlijk dat hij meteen. Onyx erin gooit, want dan valt Bulbasaur nog Onyx aan, maar volgens mij is dat niet zo in deze game en staat er dan gewoon faalt. Lekker Oddish. Stuntspoor, oh dat is wel handig. Hebben we iets wat ik daarvoor wil inleveren? Growth. Forget that move. Want Stuntspoor geeft gewoon, net zoals Poison Powder, die geeft gewoon altijd poison, deze geeft paralysis. Leert Stuntspoor. Bulby is ook een level omhoog. Super duper awesome. Lead Sheet. Kijk, kijk, kijk. Als we dus nu poisonen die Onyx en we doen Lead Sheet, dan krijgen we levens erbij aan het eind van de beurt. En hij krijgt levens eraf aan het eind van de beurt. Dus we gaan dat gewoon doen, want ik denk dat ik dit wel moet kunnen bufferen. 12, ja, dat gaat helemaal goed. We gaan hem gewoon... kunnen we ook stunnen om te laten zien aan jullie. Nee, we doen gewoon weer poison. Eigenlijk kan ik ook volop gras aanvallen en dan gaat hij ook wel dood. Maar ik vind het toch wel leuk om dit te laten zien. Dan wordt het wat spannender. Hopelijk kill ik dus nu niet mezelf. Ai, ai, ai. Als dat al Bulbasaur is, dan gaat hij misschien dood. Oké. Okay. Oh, schavooid. Nee. Lead Sheet is een mooie aanval, moet ik zeggen. Oké. Okay. Hij krijgt er redelijk wat levens af. Bulbasaur krijgt er dus redelijk wat levens bij ook. Het is... 2 was het volgens mij, maar dat boeit niet, want we hebben nu gewoon, ja, ik wilde hem eigenlijk nog een keer, maar ik ga het niet nog een keer gokken. We gaan hem nu gewoon volop attacken, want anders gaat Bulbasaur nog dood. En als Onyx, dat verbaast me trouwens, dat Onyx als eerst aanviel. Nee! Doei Bulbasaur! Ja, daar was ik al bang voor. Maar ik mag natuurlijk wel weer een nieuw Pokémon nu, omdat ik met z'n tweeën speel. Oh, kijk. Ik had het dus waarschijnlijk ook in één keer kunnen doen. Maar zo is het wel spannender. Onyx fainted. Wij hebben Brock verslagen. We krijgen ziek veel XP. Beter gaat iemand omhoog. Pidgey gaat omhoog. Level 13. Oké, dat was het al. En we hebben superveel geld gekregen voor Pokéballs. En dat hebben we heel hard nodig. Dus dat is hartstikke mooi. Wij krijgen de Boulder Badge. Oh, dit is trouwens zo leuk. Yes, Pikachu. Zo cool. Oké.
Pokémon tot level 20 kunnen we nu, zullen nu naar mij luisteren als ik ze ruil, dus. Ruil met mensen in het spel. Oh, wacht, en neem dit ook. Krijgen we altijd een aanval en we krijgen Headbutt. En dat is best wel handig, want het is best wel een goede aanval. TM1 ook. Als je een TM of een technical machine gebruikt, dan kan je dus een Pokémon een move leren, dus een aanval. En het coole aan de tegenwoordige spellen, want de oude spellen, veel van jullie zullen dat weten, dan had je één TM en die gebruik je één keer en dan poef is die weg. En nu tegenwoordig is het gewoon, je hebt een TM en die kan je aan alle Pokémon die die TM kunnen leren, kan leren. Dus dat is wel chill. Oh, dat staat hier ook onder. Ja, Brock legt hem nog even uit. Een TM kun je dus zo vaak gebruiken als je maar wil. Op welke Pokémon dan ook, als die Pokémon dus de mogelijkheid heeft om die aanval te leren. Oké, en dan legt hij nog uit Headbutt. Ja, het zegt eigenlijk Headbutt is eigenlijk kopstoot. Is dat ook de Nederlandse aanval, denk ik, in de serie? Volgens mij wel. Het is heel lang geleden dat ik de Nederlandse serie heb gezien. Maar je gaat dus, je krijgt een hartsteen op het hoofd en dan boom. En we gaan even onze hulper weer uitschakelen. We hebben nu gewoon die gym gehaald. En dan kunnen we verder. En dan gaan we naar de grot. Want de grot die zit hier natuurlijk naast. En daar. Oh. Hey, newbie. Oh, daar hebben we hem. Ik zal nog niet spoilen. Maar kijk. Dit is. Hij gaat het zo zeggen. Hey, jij bent Romy toch? Ik zo. Ja, dat ben ik. Wat geweldig. Oké. Ha, ik wist het. Ik ben altijd. Ik heb altijd gelijk. Want hij is blue. En Red zit dus ook in deze game. En eigenlijk kan je het een beetje zien als in de... Dit was er natuurlijk eerder, hè? De games waren er eerder dan de serie. Maar Blue is eigenlijk Gary, soort van. Daar is Gary op gebaseerd. En Red is Ash, soort van. Alleen is Red wel net wat succesvoller dan Ash. Maar ik zal verder niks spoilen. Nou, hier. Hij zegt ook van... ja, mijn opa zei dat er twee nieuwe kinderen waren in Palantown die trainers wilden worden. Dus net zoals ik eigenlijk ooit heb gedaan. Dus ik kwam hier om te bekijken wat het allemaal aan de hand was. Ik dacht misschien wel jij wat advies om hoe je de gym moet verslaan van een expert trainer zoals ik. Maar ik ben kennelijk te laat of niet? Je ziet er niet zo heel slecht uit eigenlijk. Dus ik denk dat je een reward wel verdiend hebt. En we krijgen de Great Balls. En hopelijk kunnen we ook Great Balls kopen nu. Maar dat weet ik niet meer zeker. Die zijn zelfs beter voor het catchen van Pokémon. En hij zegt, oh, je hebt ook een Pokédex. Ah, cool. Mijn opa heeft er dus eindelijk een gemaakt. Hij wilde eerst dat ik alles elke keer opschreef, zeg maar. Op een map. Of een kaart dus. Als hij ze kreeg. Maar zo'n ding werkt natuurlijk een stuk beter. Hij zegt van ja, hij is wel oud, mijn opa, maar het is stil, mijn opa. Zie je hier. Hij zegt ook, smell you later, net zoals Gary. Dus dat is wel heel mooi allemaal. Nou, dat was het. Ik zie ook dat ik daar nog een Pokéball ligt. Dus die gaan we wel even ophalen. In dat museum, daar kan je fossielen laten... Kan ik hier doorheen lopen? Oh, dat is cool. Je kan in het museum fossielen laten resurrecten. En dat is belangrijk zometeen, want we komen zo in de grot. Met spoiler alert, fossielen! Ja, ik weet dus niet of ik nou wel of niet met iedereen had gepraat. Maar volgens mij krijg je hier sowieso niet echt iets. Dus ik denk dat we gewoon even dat geld wat we hebben gevonden even gaan gebruiken. Om even healen ook. En dan gaan we verder. En ik wil dat de video's ook niet al te lang worden elke keer. Dus ik denk dat de volgende video wordt dan zeg maar het naar de grot toe lopen en de grot. En dan gaan we zo in één stuk door. Dus elke keer een klein fragment. Dus sommige video's zullen wat korter worden, sommige zullen wat langer worden. Maar ik denk dat het het leukste is om te kijken als ze gewoon redelijk kort zijn. Dus onder de 20 minuten sowieso. Hopelijk rond de 10. Maar ik denk zo als ik de grot ga doen dat dat wel wat langer gaat duren. We gaan nog eventjes wat Pokéballs kopen als voorbereiding voor strakjes. En we kunnen ook Great Balls kopen. Dus ik koop denk ik 5 Great Balls. Want ja... Dit zou zo erg vinden als ik nou zo meteen een Shiny tegenkom en ik heb niet genoeg goede Pokéballs. Dus ik ga die Great Balls alleen... Oh. Echt alleen gebruiken als het echt moet. Oh. Hoe kan ik er Max kopen dan? Ik hoef verder niks te kopen. Gewoon al mijn geld aan Pokéballs. Ik voel me best wel arm. Maar het is wel voor een goed doel. Nope, we gaan verder.
Oh. Kijk, dat lopen vind ik nog lastig met die controller. Ik ben gewoon gewend om met twee handen iets vast te houden. En nu heb ik het in één hand. En dan ben ik gewoon net wat minder goed. We kunnen hierheen. Want hij laat ons nu door, dat scheelt. En dan hebben we dus ook trainers. En ik denk dat ik dan met Pikachu wil gaan vechten gewoon. Omdat Pikachu dan natuurlijk altijd in mijn party zal blijven. Move. Volgens mij zit hier al iemand. Yes. En hier gaan we dus geld binnenhalen. Ik bedenk me ook net dat ik had gezegd dat de video zou stoppen. Maar nu ben ik gewoon doorgegaan, want ik ben te happy ermee. Kijk, we hebben Oddish tegen ons. Max. Max kan gelukkig ook die double kick. En dat is super duper handig. Ook al zal het niet heel veel damage doen, het is beter dan elektriciteit. Daar zijn we echt absoluut niet bang voor, Oddish. Maar ik dacht ook dat Max Quick Attack kon. Klopt dat? Yes. Mooi. Oddish is weg. Ik ben benieuwd wie onze allereerste evolutie wordt eigenlijk. Ik denk waarschijnlijk Pidgey, omdat die het makkelijkste gaat. Had ik Caterpie en zo eigenlijk al überhaupt geëvolueerd en meegenomen? Dat weet ik helemaal niet. 3 Pokéballs gekregen. Oké. We gaan hier wel even het video afsluiten. En dan zien jullie zo in de volgende video. Die ik denk ik een dag hierna of 2 dagen hierna upload. Zie je het vervolg. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het een leuke video? Doe dan een dikke duim omhoog. Ik vind jullie heel leuk dat jullie weer kijken naar deze video. En ik zie jullie hopelijk terug bij de volgende. Doei!